van iets leuks doen, want we gaan experimenteren. Nou, je ziet dat bij deze, als je warm water in een glas doet, met dit ijskoude min 7 ijs. Dus min 7. Hoe bedenk je dat? En onder de 0 zo. En kijk, als je warm water erin doet, kijk wat er gebeurt, hè. Cool, hè? Nou, ik ga het even erin warm water doen. Daar zit en waar, daar zit warm water in. Nou, ik ga eerst maar beginnen met eentje. Om te kijken wat het dan is. Kijk, je ziet het al hier. Het gaat water afgeven. Dat sowieso. Oké, we kunnen roeren met een lepel. Nou, dit is al bijna weggegaan, maar dat geeft niet zo heel erg. Kijk, dit rook. Nou, dat is super leuk. Echt super leuk. Deze rook. Nou, ik ga er nog eentje bij doen. Kijken wat dat gaat doen. Ik heb het zelfs in de wc gedaan. En ik denk dat alle mensen hieronder ook... Hoor je dat? Wat deed dat? Ja, dat is wel keihard. Het was zo erg... Oké. Die andere is ook heet, hè? Die andere glas. Oké, ik ga het andere. Er staat daar ook nog een rood glas, Demi. Oh ja. Ja. Nou, ik ga er nu hier ook eentje in doen. En nog eentje. 3! Ik heb er 4 in gedaan. Ik ga dat bij die ook doen. Zo. En bij die ook nog een paar. Ik ga ze zo ver mogelijk laten gaan. Leuk. Oh, wat vet! Oké, nou, kijk hoe... Oh, nou, mijn handschoen zit weer vast. Leuk. Ik zie je bijna niet meer, Demi. Weg, Demi. Ah. En hier verschijn ik. Oké, ik ga zo meteen een truc doen, want dan ga ik weg. 3, 2, 1. Nou, ik ben weg. Oké. Nou, het is heel erg leuk. Ik ga er nog meer bij doen. Wacht even. Kijk, hoe vet. Ik ga bij het andere ook doen. Hoe vet is dit, jongens? Neem je dat paarse glas daarachter? Die is ook leuk. Die is ook... Wacht, pap is water aan het koken. Mijn vader helle. Is water aan het koken. Wacht helft. Hoe vet is dit? Ik ga ze even naar achteren. Neem je wacht helft met de rest, want je hebt niet meer zoveel volgens mij. Ik heb niet zo heel erg veel meer, dus mijn vader gaat er kokend heet water in. Schat, jij gaat even zitten. Dat is leuker, want dan heb ik je... Kokend water in doen. Nou, ik heb nog maar een beetje weg. Maar ja, het valt nog wel heel erg mee. Maar kijk, heksen. Hierdoor gaat het meer roken trouwens. Dus dat is wel... Ik wil die kant op laten stromen, dus blaas hier vooral niet. Of diegene die mij niet vindt. Nou, mijn vader is kookwater aan het koken. Koop het heet. En dan ga ik deze ook nog even doen. Ik zit erin. En ook nog een heel groot bakje deze. En dan ga ik deze erin nog maar doen trouwens. Deze gaat ze ook nog vullen. Ik. Waarom heb je eigenlijk je handschoen aan? Nou, dit is min 7 ijs. Min 70. Min 70 ijs. En als je dat op je handen doet, dan krijg je daar een ijsblaar van. En dat is niet zo best. Want ja, je moet daar heel veel van doen. En kijk. Daarom heb ik handschoenen aan. Doe dat soort. Vooral thuis ook, want het is gewoon, ja, beter. Ik doe er bij elke week maar een paardje in. Oh, daar ligt er eentje. Oké, en je mag hierin, trouwens. Je mag wel, dus ik ben bijna klaar. Oké, mijn vader is bijna klaar, maar ik heb nog echt een nieuw boter daarin. Nou, die gaat hij daarin doen. Kan je dat hier ook bij doen, papa? Ja, maar doe eerst dat vind je dan. Oké, hij gaat het daar kokend water doen. Kijk wat er dan gaat gebeuren. Ik zet deze even aan de kant, als jullie dat goed vinden. Want daar komt nog meer rook uit, wist je dat? Ja, experimenteer is natuurlijk heel erg leuk, dus als je dit wil. Demi? Laat. Oh. Nou, sorry jongens, dat wat is gebeurd. Het soort bakje is van glas uit elkaar gevallen.
Dus ja, dat is een beetje erg gegaan. Maar vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En doe dit nooit thuis zonder handschoenen of met heel heet water in een glas. Of nee, in een glazen kop, maar in glaasjes is het wel heel erg leuk. En als je het met koud water doet, kan het natuurlijk wel in een grote kop. Doe even een duimpje omhoog als je deze video nou leuk vond. En vergeet niet te abonneren. Doei! Woehoe, dat was leuk!